Dit is de Xperia XZ. Sony heeft bij deze smartphone de nadruk gelegd op de camera, de batterij en slimme oplossingen. De Xperia XZ heeft een 23 megapixel camera, die dankzij Quick Launch binnen 0,6 seconden opstart. Het zogenaamde Predictive Hybrid Autofocus voorspelt beweging en zo maak je volgens de fabrikant makkelijk scherpe foto's. De laser autofocus sensor bepaalt automatisch de afstand tot het onderwerp dat je fotografeert. Deze is ontworpen om in iedere lichtomstandigheid scherpe foto's te kunnen maken. Met de handmatige focus kies je eenvoudig op wat of op wie je scherp stelt. De smartphone heeft een 5,2 inch Full HD scherm. Sony heeft het zogenaamde Omnibalance design weer vernieuwd. Het nieuwe jasje is waterdicht dankzij een IP68 certificering. Een fikse regenbui is dus geen enkel probleem. De telefoon beschikt over een headphone jack en er bevindt zich een vingerafdruksensor aan boord, geïntegreerd in de powerbutton. Sony heeft de Xperia XZ zo ontworpen dat hij zich aanpast aan de gewoontes van de gebruiker. Check je tijdens de lunch bijvoorbeeld je social media, dan stelt de telefoon zich daarop in. Verder geeft de Xperia XZ automatisch diverse tips voor het gebruik van je telefoon, allemaal aangepast op de gebruiker. De Xperia XZ beschikt over high-resolution audio, om je muziek in zo hoog mogelijke kwaliteit te laten klinken. In het scherm van de smartphone wordt dezelfde beeldtechnologie gebruikt als die in de Bravia-tv's van Sony. En je kan de Xperia XZ ook aansluiten op je PlayStation 4. Je kan kiezen uit drie verschillende kleuren. Forest Blue, Mineral Black en Platinum. Oftewel donkerblauw, zwart en zilver.